Ja jongens, supergoed nieuws, want jullie mogen natuurlijk gewoon weer naar de oude dagbestedingsgroepen. Echt tof. Betekent ook dat er hier op ZonTV het een en het ander gaat veranderen. Onder andere de filmpjes van Sjors en Manuela, die ze het afgelopen jaar hebben gemaakt, die stoppen. Voor nu. En ik vond het eigenlijk wel leuk om samen met jullie nog één keer naar ze toe te gaan. Ze een kleine verrassing te geven. En eens te kijken wat gebeurt er nou. Of hoe ziet het er daar nou eigenlijk allemaal uit. Dus ik zeg, we springen gewoon eerst naar Sjors toe. En daarna naar Manuela. Springen we mee, hè? 1, 2, 3 en dan springen we. Komt-ie. 1, 2, 3. Oh, jongens. Volgens mij... Ben ik? Ik herken hier niks. Gras in mijn mond ook. Hallo? Iemand? Nou, ik ben hier niet goed. Ik zie hier niemand. Oh. Oké, we gaan het gewoon nog een keer proberen. Komt-ie. 1, 2, 3. Oké. Jongens, ik sta hier in een soort... parkje. En ik denk dat ik al wel weet waar we zijn. Want deze tuin die ken ik. Deze vijver die ken ik van een filmpje. En ik zie daar... Sjors, kom, we gaan kijken wat ze aan het doen is. Want dit is natuurlijk wel misschien wel de laatste keer dat wij hier zijn met ZonTV. Wie weet... Ik vind het wel tof, want dan kunnen we dus zien waar Sjors alle filmpjes heeft opgenomen. Sjors? Wat doe jij nou in mijn tuin? Ja. Kom jij nou in mijn tuin? Ik sprong. Jij sprong in mijn tuin? Ik was net in de suite en ik spring en ik kom hier terecht. Ben jij Tita Tovenaar of zo? Nee, ik ben Peter-Jan Rens. Die sprong vroeger ook altijd. Nou. Maar wat nou. Heb je dorst of zo? Wat ben je aan het doen? Nee, ik ben de slakken aan het voeren. Kom kijken. De slakken van Guusje, weet je nog? Oh ja, uit dat filmpje. Ja joh, Guus is nou natuurlijk bij de papa en de mama. Ja. Kijk, zie je? Oh. Kijk. Oh, kun je me goed zien? Dat zijn de slakjes. Kijk, en dan geef ik ze gras. En dan komen ze eten. Hier zit er heel veel. Guus heeft heel goed gezorgd voor de slakjes. Oh, wat fijn. Ja, leuk hè? In Frankrijk hè, noemen ze dat, weet ik toevallig. Jij komt niet in beeld. Dus dat is ook niet belangrijk. Gadverdamme, ik heb slakkenwater in mijn gezicht, Charles. Heel gezond. Echt. Heel gezond. In mijn oog ook. De vorige keer was het hooi, hè? Of strooi, hoor. Ja, was het? Een stro. Ja, nou is het waar. Maar jongen... Kom bij hem zitten. Ja, ik durf niet meer. Nee, dat is kijk nou, het is helemaal nat hier. Nou, ben jij geënt? Ik ben geënt. Ik ook. Oh, dan kunnen we naast elkaar zitten. Vind ik leuk. Dat is heel goed, ik hè? Ga natte billen krijgen. Zo. Ja, daar zitten we dan. Daar zitten we. Jutte jul. Nou. De slakken. Ja de slakken. Want dat was leuk. Maar je hebt heel veel leuke filmpjes gemaakt, hè? Het afgelopen jaar. Anderhalf jaar eigenlijk wel. Heel veel voorgelezen. Ja. Ik kwam heel veel. Hoeveel boeken heb je nou tekort gelezen? Dat weet ik niet. Heel veel. Heel veel. Ik kwam boeken tekort en nou ben ik maar naar de kringloop geweest. Hele mooie boeken gekocht. Een paar kreeg ik dan gratis. Nou, kei lief. Nou, echt. En verder... Hey, ik hoor op de achtergrond, hoor iemand bij de puppies, denk ik. Ja. Dat is Michel. Ja. Nou, ik zou zeggen, loop maar even naar de puppies. Ja. Kom, want dat was ook een leuk filmpje met Guus met de puppies. Ja, we gaan kijken. Nou, loop maar. Nou, jongens. Want kijk, daar komen de puppies aan. Hey, maar dat zijn geen puppies meer. Die zijn groot, hè? Die zijn kei groot geworden. En dan staat iemand daar in het donker zichzelf te verschuilen. Ja, dat is mijn man, dat is Michel. En die heeft altijd heel goed geholpen. Ja, we altijd heel lief. Nou, dankjewel Michel voor het helpen. Graag gedaan. En soms heeft hij ook gefilmd. Cameraman. Thuis. Ja, dat deed hij toch maar even, hè? Nou, super. Maar allemaal voor jullie. Voor ZonTV. Anders ZonTV. Nou, top. Toch? Kom, gaan we terug naar het bankje. Ja, oh ja. Maar, oh, wacht even, Sjors. Ja? Want we kunnen wel weer gaan zitten. Maar ik weet ook, daar ben je. Ja?
maan en sterren en poets. Ja, nou, dat was eigenlijk wel heel verdrietig. Want dit is wel een goed einde. Want bij ons eindigt altijd alles uiteindelijk goed. Nee, ik moest Guusje vertellen dat de dagactiviteit weer open ging. Ja, en maan, die woont eigenlijk op Vita, hè? En niet bij Sjors. Nee, maan was op vakantie bij sterren. En poes ook. Maar sterren? Sterren is hier, hoor. Sterren is van Guusje, hè? Mogen wij sterren nog zien, Sjors? Ja, joh, sterren staat bij het stalletje. Oh, kom. Wij lopen achter jou aan. Kom. Dit is sterren, hè? Van Guus. En het huisje natuurlijk uit de filmpjes. En het huisje, het stalletje. Ja. Nou... En hier deed ik ook altijd filmpjes opnemen. Nou, dit staat het huisje, maar meestal deed ik dat bij de vijver. Ja. Ja, want die vijver die herkende ik al. Ja, kijk, daar gaat hij rennen. Ja. Nou, lieve sterren, hè? Superleuk. Dus ja, dat was wat minder leuk. Maar ik weet ook wel weer dat er heel veel cliënten van Cirilo zijn die op Vita komen werken. Die heel blij zijn dat ze maan weer kunnen zien. En dan kunnen ze weer vlechten en verzorgen en een appeltje geven en poetsen. Nou, hoe leuk is dat? Keileuk. Hey, en Sjors, als we jou nou nog een keer willen zien, kan dat dan ook nog? Of, Je kunt altijd de filmpjes kijken op Zon TV. Want die blijven op Zon TV, hè jongens? Alle filmpjes van Sjors? Ja, blijven. En Guusje? Allemaal op Zon TV. Ja, dus als je iets wilt kijken, kijk maar op Zon TV. Dan kun je gewoon weer aanzetten. Nou. Dat is toch een goed idee. Keileuk. Ja, en voor de toekomst, zeg nooit nooit, want je weet het niet. Voor al jouw harde werk, want dat heb je wel gedaan. Zo'n filmpje maken is best veel werk. Ja. Heel leuk. Ja, wel heel veel werk. Heel veel werk. Nou. Ik hou mijn hand nu zo. Ja. En als jij nou tot 3 telt en in je handen klapt, dan staat daar in 1 keer jouw cadeautje. Als ik kom toveren. Kwam alles ervoor, Rokker. Nou. Zij kan zingen, ik kom. Gaan we doen. Ga je gang. 1, 2, 3, tada! Hey, ik kan ik zei het toch? Hij staat er in 1 keer het cadeautje van uitgekozen. Nou, dit vind ik leuk. Kijk dan toch. We hebben van toch altijd zulke mooie alle spullen. Kijkers van Zon TV. Oh, die vind ik een potje bedankt. Kijk dan potje toch. Bedankt. Een super tof kaars is hij dat. Is echt heel leuk. Dankjewel. Nou, Sjors, jij ook bedankt. Ja, heel graag gedaan. En als jij het goed vindt, gebruik ik jouw tuin om de Manuela te springen. Dat mag jij. Ja? Ja, dat mag jij. Ja, jij gelooft ook dat ik dat kan? Ik ga het meemaken als je daar weer net zo snel weg bent als dat je hier ineens in de tuin stond. Daar vind ik het goed. Nou jongens, we gaan het gewoon weer proberen. Oké. Okay. Komt-ie, hè? Ja. 3, 2, 1. Oh. Hè? Ben ik hier goed? Ik zie B. Hallo? Hallo? Hey! Manuela? Dat Mieke. Hey. Wat doe jij nou hier? Wacht even. Oh, wacht. Daar! Jongens! Kijk! Hallo! Ik kom zo nog onder jouw tafel. Ja, ik zie het. Oh man. Nou, ik kom er even onderuit hoor. Oh. Je bent net te laat. Ik ben net klaar met opnemen. Nou, ik zag jouw laatste kookvlog. Ja, ik ben denk ik nu even de tafel goed af. Dan is het klaar. Ja, dat is schoon. Maar ik ben net bij Sjors geweest. Ik denk ik ga springen. Ik kijk even of dat ik bij jou terecht kom. Nou, kijk eens aan. Kom ik onder jouw tafel terecht. Nou, goed getimed. Ja, en ik denk ik zie benen. Die waren best voor jou. We zijn in 1 keer goed gesprongen, jongens. Maar dan weet je, wij zijn hier nog heel eventjes, want ja, jouw laatste kookvlog was, ja, is geweest. Ja. En je hebt echt superveel vlogs gemaakt, hè? Ja, een heleboel. Was niet. Ik denk dat we er ongeveer zo'n 56 gemaakt hebben. Jongens, dat is echt meer dan een jaar lang, hè? Ja. En heb jij die toevallig dan ook allemaal zelf opgegeten? Nee. Ik heb de meeste hebben we uitgedeeld en in de buurt en vrienden vaak meegenomen naar het werk. Soms als de kinderen het echt heel lekker vonden, dan kreeg ik er zelfs niks van. Pittige hakballetjes, die zijn niet eens verder gekomen dan de keuken. Toen had mijn dochter ze al op. Oh echt? Ja, dat was echt wel, maar de meeste dingen zijn gewoon echt weggegeven. En vaak aan mensen die
het even moeilijk hadden of even een dipje hadden. En dan ging er een mooie strik omheen. Leuk. Ja, dat ze vrolijk van mijn Weva's baksels. En dan een kaartje erbij en dan gewoon voor de deur gezet, aangebeld van alsjeblieft, veel plezier ermee. Ja, wat super lief. En op laatst kreeg ik zelfs, s'morgens kreeg ik een appje van het. Ja, wij zijn thuis vandaag hoor. Oh, echt? Toen wisten ze al dat jij ging koken op die dag. Ja, ik had vaak dezelfde dag dat ik het ging maken. En dan kreeg ik s'morgens al een appje van, wij zijn thuis hè, als je iets moet weg, je kwijt moet. Jongens, ik heb het ook wel eens gezegd, maar ik heb nog nooit iets van Manuela op de stoep gekregen. Nee, ik ben vaak Afval ook niet uit geweest. Nee, ik woon niet in Afvalen. Ik denk dat daar het probleem is. Daar ging het vaak, ging het vaak mis. Ja. Manuela, jouw filmpjes, die heb jij niet zelf opgenomen, geloof ik. Nee, die heb ik zelf niet opgenomen. Ik ben niet zo handig. Mijn man heeft dat voor mij gedaan. Oh, dat is handig. Ja, die heeft vanaf het begin, toen mij werd gevraagd om filmpjes op te nemen, heb ik mijn man Maurice ingeschakeld om dat voor mij te doen. Super lief. Want ik kan wel redelijk koken, maar qua vloggen en zo ben ik niet zo handig. En die stond eigenlijk waar jij nou staat. Want... Ja, die stond, wacht, ik ga het laten zien jongens, die stond op deze plek. Ja, die stond daar op te nemen. En dan stond hij hier jou zo te filmen. Ja, dan stond hij mij zo te filmen. En dan zei ik, hallo. Ik herken het. Dan zei ik, hallo, daar ben ik weer. Wat lachen. Ja. Hey, en dan voor onze kijkers van ZonTV heb je gekookt. Ja. Nou, wij hebben namens alle kijkers van ZonTV hebben wij dan ook een kleinigheid voor jou. Ja, echt? Dat was niet nodig geweest. Ja, maar dat hebben we echt. En bij Sjors is het net ook gelukt. Die tellen we tot 3 en die klapte in mijn handen. En in één keer stond er op mijn hand stond een cadeautje. Nou. Zullen we dat nog eens proberen? Dat is goed. Mag jij tot 3 tellen? Jullie doen mee. Vanaf nu? En dan in je handen klappen. Oké. Okay. Komt-ie, hè? 1, 2, 3. Volgens mij ging dat niet goed. Ik denk dat zij niet hard meegeteld hebben. Potverdorie. Nog een keer. Nog een keer. En jongens, meetellen. 1, 2, 3. Klappen. En dan moet hij hier verschijnen. Oké. Okay. Zijn we er klaar voor? Ja. Yes? Ja. Met z'n allen. 1, 2, 3. Hey. Zo is. Nou is het goed gegaan. Kijk eens vanuit de kunst, speciaal van ons voor jou, voor al jouw filmpjes. Dankjewel. Mag hem eruit halen? Jazeker, het is jouw cadeautje. Ach, wat lief. Een potje bedankt. Dank jullie wel. Nou, die gaat hier op die tuintafel staan. Dat vind ik een hele mooie plek. Daar ga ik echt van genieten, samen met mijn man. Top. Nou, dank jullie wel. Manuela, zullen wij samen dikke kus gaan zwaaien? Toch? Jongens, hey, bedankt hè! Doei!